Goedemorgen lieve vrienden. Ja, het is nog morgen, want het is 11:37 en we leven op dinsdag 30 juli. Ja, ja, je krijgt zo. Ze zeurt om eten en ze krijgt ook eten. Ja, we zitten weer te wachten op momenteel weer Fleur. Ik krijg weer Fleur vandaag. Andere week mag ze ook nog gezellig komen bezoeken, tenminste bezoeken. Ja, het is een bezoekje, maar ze moet wel wat erbij doen aan het werk. Ja, dus het komt allemaal wel goed, lieve vrienden. Maar ik wens jullie als eerste een hartelijk warm welkom toe bij weer een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenbron. Frodo die vliegt me net weer naar buiten toe. Kandalf loopt hier, Eowyn loopt hier. Die willen we allemaal eten. En die Pipo die nou weer binnenkomt, krijgt ook wel eten. Die heeft zijn kap nog om. Maar die komt niet bij me om die kap af te doen. Normaal komt die wel bij me, maar ook niet. Nou ja, dan niet. Nee, toch? Nee, moet hij weten. We gaan vanmiddag ook weer eventjes die juttetjesmarkt over. Dus ook even koekeloeren. Ja, oude schimmelaar. Maar in ieder geval, probeer gewoon weer een gezellige dag van te maken vandaag. En te genieten, want het is prachtig mooi weer. Ik even mijn telefoon pakken, kijken wat die zegt. Hoeveel graden het is. Ja. Even, nee, dat vraag ik niet. Ik wil verversen. 24 graden. En we zullen op de toon kijken. Wat die zegt. In huis 25. Maar dan moet ik op de vlakte kijken. En dat 23,5. En hier bij de poort. Ga je van weg, Kandalf. Oh, alsof dat niks is. 45 graden. Oh. Maak het wel de deur open. Ja. Die is open, zo gaat het raam ook nog lekker even open. Kunnen we gelijk wel even doen. Is dat maar weer gedaan. Hé, Kandalf of niet dan? Wat zei je? Oh. Ja, kijk er toch niet bij, gek. Gekkie. Zo. Kijk, daar kan Eowyn er net niet tussenuit. Want die mag daar er niet uit. Nee, want dan ben ik kwijt. En die is niet een auto gewend, Eowyn niet. Nee, wel vanaf aan deze kant van het raam, maar ze is nog nooit op straat geweest, nee. En ze is bijna 14 jaar en dat wil ik er graag nog zo houden. Ja, ze komt wel in de tuin, maar ze weet niet wat springen is om over een schutting heen te klimmen of wat dan ook. Dat doet ze niet. Nee, nee, wat vind ik. Maar oké, het wordt tijd dat er in ieder geval wel weer wat gedaan wordt. Want Frodo die verhaart op de mat en dan met die ventilator iedere keer aan. Nou, het is hier één en al haar. Dus ja, dat mag ze ook wel weer doen. En ik moet even een schoon laken voor de bank opzoeken. Mag ze de bank schoonmaken. En de laken even op straat uitkloppen. En dan heb ik weer twee lakens voor in de was. Ja, dat zijn Frodo's lakens. En dat de was kapot en niet met mij was. Dat vind ik vies. Nee, doe ik niet. Er zijn mensen die interesseren dat niet en die gooien het zo hup bij elkaar allemaal erin. Nee, met al dat haar? Nee. Eerst goed uitkloppen. Eerst stofzuigen, dan goed uitkloppen en dan kan het in de was. Ja, je krijgt het zo. Dus, maar meer ook niet. Oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik zeg het tot straks. Ja, lieve vrienden, er wordt hier druk gewerkt. Ja, door onze Fleur. Ja, ik neem haar niet op de film, want dat mag niet. Krijg je ruzie met de baas. Maar wat ik weer leuk vind, en dat mag ik dolgraag zien, daar wordt weer gewerkt aan de gemeentetuintjes. Ja, 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 ja. Werd wel weer een keertje tijd, hè? Ik wou dat de duigers maar eens een keer weghaalden. Want dat is stroef. Van de week ook kwam Kandalf ermee thuis. Er zaten drie van die dingen in zijn vacht. En je hebt moeite en pijn om het eruit te krijgen. Ik vind het zo'n troep. Ba, 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 ba.
Maar ja, laten ze weer staan. En daar ben ik helemaal niet blij mee. Nee. Maar ja, ze doen verder hun werk. En als ze dat maar goed doen, vind ik het ook goed. Ja. Maar meestal doen ze het niet goed. Nee. Helaas niet. Maar ja, wat doe je eraan? Zeker niks. Nee. En ik zal weer even een vlog in elkaar gaan renderen. Ja, dat moet ik ook weer eventjes doen. En dan vanmiddag die Juttersmarkt over. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot dan.